Mijn naam is Dick van Wieren. Ik ben inkomensvoorzitter van Rotary Wieren in het land. En ik ben hier vandaag op zoek bij de vereniging Wieringer Activiteiten voor een bijzonder moment. Voor de vereniging Wieringer Activiteiten begon het jaar niet zo heel goed. Ze hebben namelijk een bus en die bus ging kapot. Die ging niet een klein beetje kapot, die was hartstikke kapot. En er moest een nieuwe bus komen. Elke dag worden er namelijk met die bus leden van de Wieringer Activiteiten vervoerd. En onder andere ook van zorggroep Zamen. Dus daar moest een oplossing voor komen. Die oplossing is niet gratis. Er moest een nieuwe bus komen. En deze club die heeft een nieuwe bus gezocht en heeft ons gevraagd om mee te helpen voor een bijdrage. En wij krijgen ons geld door kleding in te zamelen in de bekende gele bakken. Elke week hangen de leden van onze club op hun kop in die bakken om de kleding uit te halen. En met, die kleding halen we geld op. Dus toen we een vraag kregen van de vereniging Wieringer Activiteiten, zeiden we gelijk ja. En vandaar dat ik hier ben om een cheque te overhandigen. Want hoe leuk is het dat het geld dat wij ophalen, mede mogelijk gemaakt door iedereen die hier woont, die kleding in die bakken gooit, om het uiteindelijk weer voor te zorgen dat het weer terug gaat naar de bevolking. Dus ik wil graag de voorzitter vragen. Want ik heb vandaag een cheque meegenomen. Beste Jan, namens de Rotary Club Wieringerland wil ik je deze cheque overhandigen. En ik hoop dat jullie daarmee een steuntje in de rug krijgen bij al het goede werk wat jullie doen. En ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Dankjewel. Het is zeer erkentelijk met deze check. Het is een geweldige bijdrage voor de bus. We waren heel erg nodig. En we zijn jullie zeer dankbaar. Want nu kunnen we de mensen gelukkig weer vervoeren over Wiering met onze fijne bus. Hartelijk dank.